Wij maken elke dag een programma over de Tilburgse kermis. Maar wat willen de kijkers nou eigenlijk zien in zo'n programma? Dat gaan we eens vragen. Wat erin te zien moet zijn? Jeetje, zeg maar een moeilijke vraag. Ja. Hoe kom je erop? Je moet natuurlijk iets van de kermis kunnen zien, hè? Wel leuke attracties, spannende attracties. Soms is een nostalgische kermis wel heel erg leuk om te zien. Grote attracties, veel mooie attracties. Die veel uitstraling hebben en ja. Ja, het gaat natuurlijk om de sfeer, hè? Daarom ga je naar de kermis. Tja. Ik vind dat het te zien moet zijn waar de leukste kermissen zijn en wat de leukste attracties zijn. Ja, dat vind ik ook. En waar en alles staat en hoe de attracties gaan en zo. Plezier, dat moet het te zien zijn. Ja. Dat is het belangrijkste. Ja, tuurlijk, kermis en plezier. Ik denk de diversiteit, dus zowel 's middags als 's avonds. En een beetje zowel voor kinderen als volwassenen. Die toren. Deze. Oh, jullie zijn er al in geweest. Ja, die vrije val. Okay. Ja. En wat moet er volgens jou te zien zijn in het tv-programma over de kermis? De katapult. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee? Nee. Geen idee, geen attracties of mensen? Of... Ja, een achtbaan die over de kop gaat. Dat is wel leuk hoor. Nou, lol. Zeker lol. Of we zijn hier voor niks. Lol om dingen te winnen, lol om in de kermis te gaan. Ja, sfeer vooral. Sfeer. De reclame dat de mensen naartoe komen. Dat is belangrijk. Vooral de attracties en hoe dat ze gaan en zo eigenlijk. Wat er te zien moet zijn in over de kermis programma. Alles een beetje toch? De rollercoaster, spannend, botsauto. Nou, deze attractie zit toevallig vandaag in onze uitzending. Oké, mooi zo. We zijn goed bezig, hoop ik. Ja, jullie zijn heel mooi bezig. Oké. Ja. Nou, dan wens ik jullie nog veel plezier. Jullie ook.